Welkom dames en heren bij deze gloednieuwe speciale aflevering op de Winslow Games. En vandaag gaan we een hele bijzondere achtbaan doen. We hebben hem al in het verleden een keer gedaan, maar dit is weer een nieuwe versie blijkbaar. Bjarn heeft een keer een Toverland achtbaan gemaakt. Ik geloof de Boostbike, maar ik weet niet 100% zeker. En anders was het een andere. Maar in ieder geval, ik dacht de Boostbike. En hij heeft nu heel veel aandacht geschonken aan de Baron. Dus we gaan de Baron bij Bjarn gaan we spelen. Ik ben ontzettend benieuwd, want er zijn natuurlijk heel veel versies. Oh, hij heeft al heel veel dingen niet gevonden. En dat is jammer, want ik zie dat hij de Baron heeft die bestand niet gevonden. En een brug, de Vliegende Hollander en een boot. Dus, dat is jammer. In ieder geval, ik hoop dat het in ieder geval toch heel vet eruit gaat zien. En dat in ieder geval zoveel mogelijk bestanden wel kan laden. Dat zal alleen maar top zijn. En we zitten op het plekje. Het leuke is dat ik eigenlijk de Baron nooit heb gedaan nog. Misschien als deze video uit is dat ik hem wel heb gedaan. Nee, dat denk ik niet. In ieder geval heel vet. Hij heeft toch een soort van eigen idee eraan gegeven. En het ziet er grappig uit. Het is wel een eigen versie. En het gaat meer om de achtbaan dan echt om de layout. Hij heeft wel dit stuk nagebouwd. Grappig. We gaan hem gewoon eens bestrijden. Hij heeft maar één karretje. Dus we moeten daar even op wachten. Want hij is net vertrokken. Dus laten we daar even op wachten. Ik sta trouwens bij de uitgang. Het voordeel aan deze attractie is dat die zeg maar heel kort duurt. Voor mij iets van in de 50 seconden of zo. Dus dat betekent ook dat ik niet zo heel lang hoef te wachten op dat het karretje weer komt. Maar gaan die poortjes open. Dat zou heel mooi zijn. Ik kan alvast een plekje kiezen zoals je links onderin ziet. Maar ik wil wel even netjes wachten totdat die poortjes open gaan. Want dat hoort ook in het echte leven. Dus kom op, ga open. Er is ook helemaal geen bestuurdershok. Deze attractie wordt gewoon bestuurd door magie. Nou, laten we hier in binnen zitten. In ieder geval, volgens mij heeft de Baron wat meer karretjes naast elkaar. Ik weet niet zeker, maar mijn gevoel zegt van wel. In ieder geval geen 4, maar volgens mij 5 of zo. Nou, laten we beginnen. Ik zet de speedway op keer 4. Dat betekent dat het wat sneller gaat. En daar gaan we. Ik ben benieuwd, Bjarn, wat je ervan gebakken hebt. In deze speciale video. Nou, we staan even stil. Hartstikke leuk. En dan krijgen we daar de optakeling. Ik zal hem even wat versnellen. Zo, en we zijn boven. En als het goed is... staan we ook even stil. Wow, dit is heel vet. Dit is heel cool. Daar gaan we. Woehoe! Yeah! Nou, deze achtbaan is natuurlijk heel bekend. Ik bedoel, je kan de layout natuurlijk wel in het echt zien. En op video's en op foto's en noem maar op. Gaan we over het water heen met een klein eilandje in het midden. Grote bocht. En dan komen we aan bij nog een kleine daling hier zo. Hoppakee. En nog een scherp bochtje. En dat was alweer de rit. Ik denk dat, dit kan je ongeveer rekenen met de originele snelheid of de originele lengte van de baan natuurlijk in het echt. Dus ik vond hem heel tof, Bjarn. Bedankt voor je inzending. Ik dacht, ik maak een speciale aflevering hiervoor, want ik verwachtte eigenlijk iets heel vets. Het is heel lastig om natuurlijk de hele achtbaan met thematisatie erbij te... Wow! Behind the scenes! Zo zit het in elkaar! Het is natuurlijk heel tof om zoiets te zien. Ik vond wel tof dat je zoiets als dit hebt gemaakt. Dat maakt het wel heel stoer. En die toren is natuurlijk heel belangrijk. Ik kan niet herinneren dat die echt zwart is. Want aan deze kant is die zwart. Maar ik denk dat door de schaduw komt. Maar jammer dat ze ook niet draaien. Maar je kan niet alles willen in No Limits. Is heel lastig om zoiets te maken. Ik vind het sowieso heel tof dat je dit hebt gedaan. En je zal er heel veel moeite in hebben gestoken. Laat vooral een duimpje over... voor Bjarn en tot wie weet de volgende keer in de speciale aflevering. Doei doei!